De cursus onderzoeksjournalistiek, die door de Surinaamse Vereniging van Journalisten SVJ wordt georganiseerd, loopt gestaag. De training wordt gefinancierd door de Stichting Suriname Environmental and Mining Foundation, SEMIF. 14 personen uit de journalistieke en mediawereld participeren aan deze cursus. Het doel is onder andere een onderzoekscultuur te vestigen bij de Surinaamse media. De docenten zijn de freelance milieu- en onderzoeksjournalist Rachel van der Kooijen en Sonja Carillo, milieutechnoloog, werkzaam bij de Technologische Faculteit van de ADEC. Carillo ervaart de training als zeer dynamisch. De reden is dat ik hier te maken heb met mediawerkers. En die mediawerkers zijn al aan een heleboel zaken blootgesteld. En daardoor is het gemakkelijk voor hun om de dingen die ik aan ze uitleg, om relaties, verbanden te leggen met het werk dat ze tot nu toe hebben gedaan. En een ander ding is dus dat ze zelfs ook een grote bijdrage leveren aan de lessen vanwege de ervaringen die ze hebben ondervonden. Want ik breng die zaken wel ter sprake en dan is het van, oh ja, inderdaad. En dat soort aha-momenten hebben we vaker gehad tijdens de les. Dus het is zeer dynamisch en het is niet van één kant dat ik alleen maar doseer. Het is eigenlijk een samenwerking, een soort faciliteren en zij en dan brengen naar buiten wat ze weten. Hoe is het op de universiteit dan? Op de universiteit is het meestal een beetje anders, omdat het studenten zijn die meestal van de middelbare scholen komen. En ze zijn nog niet echt blootgesteld aan de maatschappij en aan zaken die spelen in de maatschappij. Journalisten die doen verslag over zaken die gebeuren in de maatschappij. Ze zijn meestal zeer actueel, dus dat we zeggen goed geïnformeerd over de actuele zaken die spelen in het land. Ook milieuproblemen dus, omdat de laatste tijden er veel zaken zijn die spelen, zoals bij de goudwinning. En bijvoorbeeld een tijdje geleden was het Braamspunt. Dus ze zijn geïnformeerd over zaken. En meestal kunnen ze zich ook dingen herinneren die ze ooit eens hebben. En waarover ze verslag hebben moeten doen. Dat heb je nog niet bij studenten. Dus zij zijn meestal afhankelijk van wat je ze zegt. En wat ik dan kan doen is, ik spoor ze daar aan om zoveel mogelijk te lezen. En we gaan zoveel mogelijk naar het veld, zodat zij ook een beetje blootgesteld worden aan die issues of die vraagstukken die spelen. De vraagstukken die door de cursisten onderzocht zullen worden zijn klimaatverandering, kleinschalige goudwinning, hernieuwbare energievraagstuk en afvalwater. Er is voor de benadering van deze milieuvraagstukken gekozen omdat milieu zich goed leent voor onderzoek. De cursist Clyde Ford ervaart de training als leerrijk en zeer motiverend. Het is een mooie interactie tussen de trainer en de participanten, maar ook de breaks ertussen met die filmpjes. Die geven je een aantal invalshoeken die je tot nadenken brengen. En dat vind ik wel mooi. Ik vind dat dit echt een toegevoegde waarde heeft voor mij, met name als mediaman. En ik ga het goed gebruiken. Zou de SVJ met meer trainingen als deze moeten komen? Absoluut. Absoluut. Ook al is, als ik kijk naar de opkomst, dan mis ik toch een aantal mediabedrijven. Mensen die echt getraind zouden moeten worden. Met name ook omdat onderzoeksjournalistiek, net wat is aangegeven aan het begin, er wordt niet veel gedaan aan onderzoeksjournalistiek. Mensen nemen vaak genoeg klakkeloos dingen over, passen geen hoor en weder hoor toe. Dus ik denk dat de organisatie, laat me zeggen, ik denk dat ik de organisatie moet oproepen om meer trainingen en te eisen van de leden dat ze in de schoolbanken terechtkomen. Wil je het beroep beschermen, behouden en er een mooi beroep van maken? Overigens, de media is de vierde macht in het land. We kunnen met de media heel veel doen. We kunnen zelf het land sturen. Dus ik zou SVJ willen vragen om door te gaan op de ingeslagen weg. Maar eigenlijk ook te eisen van de leden dat ze echt terugkomen in de schoolbanken. Zichzelf gaan upgraden, want elke dag leer je iets nieuws. En met name dit. Dit vind ik gewoon uniek. Onderzoeksjournalistiek, ik wil me daarvoor gaan beijveren. Cursist onderzoeksjournalistiek, Clyde Ford, die aangeeft veel op te steken bij deze cursus. Aan het eind van de rit moeten de cursisten hun onderzoeksresultaten in een rapport vervatten. Uit dit rapport zal een tiental artikelen gepubliceerd worden in verschillende media.